Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over relaties en complimentjes geven. Als ik het heb over relaties, dan kan het natuurlijk ook gewoon gaan over vriendschappen of familie. Gewoon warme banden met mensen. Gewoon banden met mensen sowieso. En ik heb echt de grootste tip die ik kan geven op dat gebied is: geef mensen complimentjes. Ik heb wel eens ergens gelezen dat wij in Nederland een handicap hebben met complimentjes geven. En dat komt omdat wij denken, als ik iemand een complimentje geef, dan zal diegene het wel stom vinden. Of die zal wel denken dat het nep is. Of die denkt, wat moet je van me? Terwijl, wat vinden we zelf van complimentjes krijgen? Als ik een complimentje krijg, dan word ik echt blij. Ik krijg echt gelijk een lach op mijn gezicht. En ik zeg dankjewel. En dan denk ik, goh, nou, dat vind ik leuk. En eerlijk, ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat iemand een compliment gaf, omdat ik dacht, wat een slijmbal. Ik bedoel, het is toch super lief en leuk dat iemand een complimentje geeft. En ik vind dat persoonlijk ook heel erg belangrijk in relaties. Zowel met vrienden, familie, je partner, complimentjes geven. En dat houdt in gewoon zeer regelmatig, eigenlijk het liefst elke dag, laten weten wat je zo bijzonder aan iemand vindt. Dat kan oppervlakkig, dus dat kan gewoon zeggen van, oh, een leuk jurkje heb je aan of zo. Maar wat echt heel bijzonder is, is dat je ook gewoon van binnen iets benoemt. Iets aan iemands karakter wat jij bijzonder vindt. En het belangrijkste, meen het ook. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst tegen iemand gezegd, wauw, je bent echt een goede vriendin. Je bent echt een goede vriendin. Ik vind dat zo lief van je. Dat is eigenlijk een compliment en dat gaat veel verder dan uiterlijk of wat dan ook. Nee, het geeft aan dat jij een goede vriendin bent. Je bent een goed persoon. Je bent goed om mee om te gaan. Ik vind het fijn, dankjewel, weet je. Maar ook iets kleins als goed gedaan, weet je. Als iemand iets doet en dankbaar zijn daarvoor, goed gedaan. Good job. En hetzelfde geldt voor relaties. Kijk, wat mijn vriend en ik heel vaak tegen elkaar zeggen. Het is een beetje gek, maar weet je, het werkt wel. We doen het denk ik elke dag een paar keer. Als de ander iets tofs doet, dan zeggen we go Foefje. We noemen elkaar Foef. En dus bijvoorbeeld als mijn vriend thuis komt en hij zegt, hé, hey, ik had vandaag dit en dit op mijn werk, zeg ik go Foefje. Zo van, high five, go you. En dat is eigenlijk een soort van mini compliment dingetje. En als je dat gewoon heel regelmatig doet, dat doen wij dus, dan vind je het ook leuk om dingen aan elkaar te vertellen en oh, en toen gebeurt dit en ik zei toen dat. Nou, go Foefje. Zo van, good job. Dus als je het eng vindt om een compliment te geven, kan je hem ook verkleinen. Dus dan kan je hem heel kort en krachtig maken met, dankjewel, goed gedaan, bijvoorbeeld. En wat ook een goede is, om je eigen gevoel erin te leggen. Dus bijvoorbeeld zeggen, wauw, dankjewel, ik ben er echt heel blij mee. Ik ben blij. Dus weet je wel, gevoel. En dan worden mensen die weten dat jij je dan eens goed voelt door hun. Wat echt super fijn is. Nog een kleine compliment tip. Iets waar ik heel erg mee ben opgevoed. Als ik bijvoorbeeld ergens eet. Of iemand eet bij mij. Of, dan aan het einde zeggen we altijd, dankjewel voor het eten. Het was super lekker. Je hebt super goed gekookt. En het klinkt heel gek. Maar als jij een uur in de keuken hebt staan zoeken, is dat zo'n mooi compliment. Dingen van vroeger ophalen. Misschien is iets al jaren geleden gebeurd, maar kan je nu nog zeggen van, hé, hey, eigenlijk vond ik het best wel cool dat jij 3 jaar geleden dat en dat tegen mij hebt gezegd. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik dit en dit nu doe. Vooral hele kleine dingen. Mensen zijn het vaak al vergeten en die hebben geen idee dat iets bijvoorbeeld een hele grote impact heeft gehad op jouw leven. En dan kan je ze best wel jaren later nog een compliment over geven. Een compliment kan ook heel erg soothing werken, want stel je voor je bent met iemand, bijvoorbeeld met een vriendin in de stad en zij krijgt een discussie met iemand of tijdens uitgaan of zo, ik zeg maar wat. En zij gaat daar heel erg goed mee om en het is afgelopen, maar ja, ze staat nog een beetje na te shaken. Ja, dat is toch best wel heftig, weet je, ook al ga je er zelf rustig mee om. Dan is het super, super fijn als jij bijvoorbeeld zegt, wow, wat ging jij er volwassen mee om, zeg, dat vind ik echt heel knap. En het zijn kleine dingen, maar een compliment is zoveel meer dan gewoon even slijmen bij iemand. Nee, je kan echt gewoon, bijvoorbeeld zo iemand kan op dat moment rustig worden en denken, wauw, voel, ja, ik heb inderdaad het juiste gedaan, weet je. Het kan zoveel doen. En tenslotte, als je het moeilijk vindt om complimentjes aan iemand te geven, dichtbij of gewoon face-to-face, kan je altijd een sms'je of een appje sturen en dat je daarin zet van, hey, ik wilde even zeggen dat dit en dit en dit vind ik zo goed aan jou, dit waardeer ik. En weet je, gewoon random. Dat is niet gek, dat is niet slijmen, dat is gewoon leuk. Want hoe leuk vind jij het als je zoiets krijgt? Dus bij deze, als je nu niks te doen hebt, stuur gewoon iemand een sms'je. Iemand die je kent of iemand die dichtbij je staat met een complimentje. En moet je eens kijken hoe blij je iemand kan maken.
Goed, dat waren mijn complimentjes, tips. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Kleine mededeling. Ik heb komende maand op mijn eigen kanaal Beauty Gloss August Cinnamond. Dat houdt in dat ik elke dag van de maand een beauty video maak. En aangezien ook ik elke dag vlog, heb ik dus 2 video's per dag. Wat echt veel is, maar ik vind het super leuk om te doen. Maar dat houdt in dat ik het ook een beetje druk krijg als ik daarnaast ook allemaal fun video's ga maken. Dus we hebben nu voor het eerst een gastfan, namelijk Lotte van Lotte Loves Beauty. Klik hier voor haar kanaal en abonneer even. Zij zal de komende 4 weken de vrijdag fanvideo verzorgen als gastfan. En mij kun je vinden op mijn Beautygloss kanaal vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus. Elke dag 2 video's. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Dus dit is hoeveel je nodig hebt voor je hele gezicht.